kan ik het gebrek aan kerstboom ook nog even goed maken aan Olivia. En zoals Sven zegt, we gaan voor een Fred van Leerboom. Ouders van zeker hele jonge kinderen, ik heb natuurlijk geen ervaring hoe dat met oudere kinderen is, maar die gaan het vast herkennen. Als jij de gouden tip hebt waardoor het niet meer zo is, let me know. Ik kreeg nog een pakketje en dat is van een van jullie. En echt zo ontzettend lief. Hi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Goedenavond. Ik doe even zo, want ik heb hier een kerstmeisje. Wij zijn net weer thuis. Zie ik eruit, joh. Het was ook een lange dag. Wij hebben met familie kerst gevierd. Het was heel leuk. En wij hebben van de kerstman een SodaStream gekregen. Die wilden wij heel graag. Wacht, ik ga even Olivia neerzetten. En die wilden we al heel lang. En Sven heeft zojuist gestreamd. Oh. Top. Maar je moest volgens mij eerst bubbels altijd. Dat las ik ergens. Always do eerst. Volgens mij stond dat op die fles. Oké. Maar we hebben namelijk ook deze erbij gekregen. Pepsi Max. En ik ga even lezen. Waar las eerst kruisen, dan smaak toevoegen. Ja. Sven is van het niet lezen, eerst proberen. Ja, ja, ik til hier weer op. Oké, dus we gaan deze dan bruisen? Ja, die bruisen. Niet te veel bruisen? Nee. Papa. 1, 2. Doe maar 2 keer, denk ik. 2. Ja, en nu kijken of hij genoeg gebruist is, denk ik. Niet aanbruisend. Oh. En jouw 1-2 is ook wel vrij kort. 1-2. Ja. Dus nu goed. Perfect is. We zijn helemaal blij met ons nieuwe speeltje. Ja. Ja? En dan die erbij. En dan? Hoeveel? Stop. Nee, tot aan het randje. Zo. Hoeveel? Dat is best veel, ja. Dat is best klaar. Ik dacht hetzelfde. Oh, en dan is het gewoon klaar. En nu heb je cola. Wow. Fancy, Olivia. Ja, Olivia wilde net ook proeven. En ze trok een hele rare mond. Wel echt cola. Papa cola gemaakt. Ja, die mag jij niet. Ik zou hem wel iets meer bruisen, denk ik. Ik natuurlijk niet. Ik denk dat dit echt jouw cola is. Oh, dit is echt hemels. Ja, hè? Ik hou dus niet van veel bruis in cola. En hier kan je natuurlijk... Heb je niet lekker, lieverd? Nee. Je had net de bubbels al. Nee, dit is voor papa en mama. Voor papa en mama. Ja, wel top, toch? Ik ben er blij mee. Bruis. Goed gekeurd. Ja, mooi. Ik ga Olivia er even neerzetten. Maar goed, Olivia heeft een pop gekregen van de kerstman. Nou, echt te schattig. Ik laat hem nog wel zien. We gaan nu eventjes, denk Olivia, wat eten geven. Olivia ligt op bed en wij eten allemaal restjes. We hebben salade en kaas en worst en smeersels, stokbrood, een paar piccolini's. Dat is het. Lekker. Goedemorgen. Ja, het is dinsdagochtend 9 uur. Olivia heeft echt heel lang uitgeslapen vandaag voor haar doen. Ze werd om 7:45 of 7:45 of zo wakker. En nu is ze aan het spelen met haar cadeautjes. Ze heeft gisteren, zat van mij, van de ene kerstman, al cadeautjes gekregen. En ook wat gisteren nog. Deze heeft ze gisteren gekregen. Een pop met kleertjes. En van nog weer een andere kerstman. Heeft zij een koffiezetapparaat gekregen. Ja, ga je koffie zetten. Met een schattig kopje. Ja, en daar gaat nu de koffie in. En hier kan dan
een koffiepad in. En dan een koffiepad in. En dit vindt ze al helemaal geweldig. Ik weet het niet helemaal niet wat het is, maar vooral het schudden in en uit. En dat vindt ze prachtig. Bij de pop heeft ze ook nog kleertjes gekregen. Dit is een van de slofjes van de pop. En hier is er een huispak van de pop met dat broekje. En daar ligt nog een nette jurk. En oh nee, dat was een nachthemd voor de pop met een slaapmaskertje. En dus die slofjes. Echt heel schattig. Oh, en er zit nog een melkpakje bij de, hoe heet het, bij het koffiezetapparaat. En dit zijn de wandjes van de pop. Ik moet alleen nog even googelen. Er zit dit dekentje zit er bij de pop. Ja, poppen. Oh, de speen. Zij je speen. Goed zo. Pop moet de speen in. Mama doet het wel even. Ze zat zelf al op deze speen te zuigen. En ze was helemaal verbaasd dat die helemaal niet zo lekker was. Deze speen gaat er trouwens vrij moeilijk in. Maar ik moet dus nog even uitzoeken hoe dit in hemelsnaam werkt. Want ik zou niet weten wat ik hiermee moet. Hoe ik het moet vouwen. Ik ga even met Olivia naar Tuinland. Want daar zal nu vast alle kerstversiering in uitverkoop zijn. En we kunnen wel nieuwe ballen gebruiken. Ik was alleen mijn schoenen aan het pakken. En Olivia, de schoentjes, die staan in de kast. Hier in de gangkast. En zij had ze te pakken. En ze wilde per se de schoenen aan. Dus nu heeft ze heel stoer haar Nike's aan. Terwijl ze nog niet eens loopt. Maar goed, als jij die aan wilt, dan mag je die aan. Dus de dames gaan op stap. Zullen we dat niet doen? Die trekt ze er altijd allemaal uit. Zullen we dat niet doen? Nee, zo. Zo, gaan we? Ja, hè? Ga je mee? Nou, daar zijn we hoor. Kan ik het gebrek aan kerstboom ook nog even goed maken aan Olivia. Mooi, hè? Dat is de kerstman. Mooi. Zo, we doen lekker even een kopje koffie en een appelsapje. En mevrouw eet een paar maispuffs. Wil je nog een maispuff? Dat mag. Het aanbod valt een klein beetje tegen, maar ik heb wel een aantal leuke ballen al. Ik laat straks wel even zien. Nog één. Lekker. Oh, nog drie. Wel ja. Tuinland viel dus een klein beetje tegen. Heel veel was al weg. Maar ik heb nog wel wat leuke nieuws gekocht. We hebben ook even boodschappen gedaan. En ik dacht, het is al een hele tijd geleden dat ik een boodschappenshoplog heb gedaan. We hebben niet zoveel gedaan hoor. Met Olivia doe ik nooit heel veel boodschappen. En de buren zijn aan het boren. Dat is wat je hoort. We gaan vanavond, heb ik bedacht, beef teriyaki eten. Maar dan zonder beef. Dus eigenlijk teriyaki. Nee, ik heb er kip bij gekocht. Van mij had het ook vegetarisch gemogen, maar Sven houdt wel van kip erdoor. Dus ik heb kip gekocht. Die gaan we bij de beef teriyaki eten. Maar dat vind ik niet wat... op zich zou Olivia dit ook wel kunnen eten trouwens, nu ik dit zo zeg. Maar wij eten waarschijnlijk later dan wat Olivia eet. Dus ik heb ook even worteltjes gehaald en... aardappels en mini pangasius reepjes. En dat gaat Olivia dan eten. Dat maak ik gewoon al eerder. Verder heb ik olijfolie en bak en braad. Dan twee keer sojamelk. Want dat drinkt Olivia niet altijd. En Griekse yoghurt. En dat is het. Oké, even een shoplog met achtergrondgeluid van Olivia. Van de kerstballen die ik heb gekocht. Allereerst zijn we dus naar Tuinland geweest. En daarna naar Blokker. En beide waren 50% korting. Nee, bij Tuinland was 50% korting. En bij Blokker was 1+1 gratis. Dus net even een verschil. Bij Tuinland kocht ik als eerste deze. Beertje. Ik ben dus van het hele kleurenthema afgestapt. Ik heb gewoon alles gekocht wat ik leuk vind. En zoals Sven zegt, we gaan voor een Fred van Leer boom. Fred van Leer die heeft een inrichting in zijn huis dat hij gewoon echt alles erin zet wat hij leuk vindt. En dat vindt Sven heel cool. Dus Sven roemt het altijd een Fred van Leer iets als hij alles mag wat hij maar leuk vindt. Deze bal vond ik heel leuk. Dus die heb ik meegenomen. Een roze met glitters. Dan een soort van mintgroene dennenappel met glitters erop. Dan een wasbeer. Is dit een wasbeer? Ja toch? Met een eekhoorn op zijn nek. Hoe leuk is die? Een eekhoorn heeft een kerstbal in zijn handjes. Echt heel leuk. Zit een wasbeer. Die is leuk.
Die is leuk, hè? Dan een vlinder. Een lichtroze vlinder met glitters. Deze past trouwens wel nog in het kleurenthema. Vond ik ook heel mooi. Ja, mooi vlinder, hè? Vlinder. Dan deze. Een soort van oud roze. Die is mooi. Ja, ik hou van je enthousiasme, meid. En een paar laarzen. Die vond jij ook vooral heel mooi, hè? De laarzen van de kerstman. Wauw, wil jij die hebben? En dan bij de blokker. Die zijn echt helemaal hysterisch. Oh, ze zitten ingepakt. Ik zal ze eerst even uit... Oh nee, ze zitten niet zo moeilijk ingepakt. Ik dacht, ze gaan eerst uitpakken. Een toucan. Heel leuk, met allerlei kleurtjes. Oh, ik zie dat hij al kapot is. Oh, story of my life. Goed, nou ja. Je ziet het bijna niet. Ik had het dus in de winkel zelfs helemaal niet gezien. Dus we gaan het maar gewoon even negeren. Ik zou natuurlijk ook terug kunnen gaan naar de blokker nu. Maar daar heb ik geen zin in. In alle eerlijkheid. Dan hebben we twee kindjes op een slee. Zo schattig. Ik hou ervan. Wie mooi, hè? Kindjes op de slee. Wieuw, doen de kindjes. Wieuw. Dat vindt Olivia leuk. Dan, wat hebben we hier? Nee. Mijn kerstballen gaan bijna overal heen. We hebben hier een flamingo. Op vakantie. Met een cocktail en een boek. Nou, hoe geweldig wil je het hebben? Ik word hier dus echt vrolijk van. Dus die heb ik ook meegenomen. En tenslotte een suikerspinnenmachine. Nou, leuk toch? Mooi, hè? Suikerspinnenmachine. Nou, dat waren ze. Ik heb geen idee hoeveel ik in totaal kwijt was. Want ik heb ook nog andere dingen gekocht bij zowel Blokker als bij Tuinland. Dus ik heb geen idee. Ik wil eens kijken. Oh, bij Blokker heb ik niks anders gekocht. Bij Blokker was ik 8,98 kwijt voor 4 ballen. En bij Tuinland weet ik het dus niet. Ik heb zo'n heerlijke dag gehad met Olivia. Ouders van zeker hele jonge kinderen. Ik heb natuurlijk geen ervaring hoe dat met oudere kinderen is. Maar die gaan het vast herkennen. Dat de ene dag totaal anders kan zijn dan de andere. En de afgelopen tijd was Olivia gewoon... Zat niet lekker in de velletje. Had heel veel last van kiesjes, neus, hoesten, ziek zijn, koorts, verhoging. Dus ze zat gewoon... En volgens mij ook weer een ontwikkelingssprong. Want ze kan nu weer allemaal nieuwe dingen die ze nog niet kon. Dus ze was gewoon niet zichzelf. En vandaag was ze zo vrolijk en ondernemend. En ik heb zo met haar gelachen. En dat is trouwens echt iets wat ik me laatst bedacht. Sinds we Olivia hebben, lach ik zoveel meer. Want normaal gesproken zonder kind... Ja, wanneer schaterlach je nou in je eentje thuis? En als ik met haar ben, lig ik zo vaak met haar gewoon in een scheur. En moet ik zo vaak lachen om wat ze doet. En ja, dit was echt een heerlijke dag. Ik vond het bijna jammer om weg te gaan. Maar ik wilde ook gewoon heel graag even sporten. Sven wilde al net gesport. Dus ik ga gewoon even mijn hitlesje doen. Het is nu 6:45. Ik ga om 6:50 sta ik op de loopband. Ik ga eerst even mijn schoenen en zo omwisselen. Dan ga ik 10 minuutjes warming uppen. En dan de hitles van 30 minuten doen. Dat was echt super lekker. Ik ben weer thuis. Mijn mascara zit volgens mij overal. Ik had het zwaar. Maar wel te doen zwaar. De vorige keer, nu zit ik dus in de positieve kant, aan de positieve kant van mijn cyclus als het om sporten aangaat. Ik had in de vorige vlog, of die vlog daarvoor, al een keer verteld dat je in je menstruatiecyclus op sommige punten gewoon beter in staat bent om te sporten. En dat voelde ik nu dus echt, dat ik veel meer energie had dan die keer daarvoor. Nu ben ik thuis, ik heb lekker even wat drinken gemaakt. En ik ga op bed liggen. Afgelopen nacht heeft Olivia doorgeslapen tot 6:30. Wat super fijn is. Daarna is ze dus nog verder gaan slapen. Tot 8:15. Om 6:30 heb ik even een fles gegeven. Ik ben heel benieuwd hoe ze het vannacht doet. Ik durf bijna niet te hopen. Maar ze is wel weer helemaal zichzelf. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ze weer... Ik durf bijna niet te zeggen. Maar langzamerhand wat meer gaat doorslapen. En niet zo...
blijft spoken 's nachts. En dat zou wel heel lekker zijn, want wij kunnen dan ook een beetje uitrusten. Het heeft mij in ieder geval echt heel goed gedaan afgelopen nacht. Dus fingers crossed. Goedemorgen. Het is woensdagochtend 8:30. En ik dacht ik ga een video opnemen voordat ik mijn eerste klant heb. Maar het is nog zo donker. Kijk nou. Hier kan ik geen video opnemen. Dat wil niet. Dus ik zal er nog even mee moeten wachten. Ik ga de video in ieder geval voorbereiden. En ik ga een gesprek met mijn klant voorbereiden. Die heb ik om 9:30. Dus misschien dat ik om 9:00 een video kan opnemen. En anders dan ga ik het na mijn eerste klant doen. Ik heb namelijk om 12:00 weer een klant. Maar die heb ik op sportreed. Dus ik moet daar in de tussentijd ook naar sportreed rijden. Nou goed, het is een strakke planning vandaag. Maar het moet allemaal lukken. Verder heb ik nog klanten aan het einde van de middag. Dus dan kan ik tussen 12:00 en het einde van de middag kan ik mooi de video editen. En dan kan die, die is dan voor volgende week maandag. Maar ik heb daarna vakantie. Dus dan kan ik dan lekker rust nemen. Komt vast allemaal goed. En anders dan edit ik de video in mijn vakantie. Dan is het niet anders. Maar ik denk dat het allemaal moet lukken vandaag. Mijn klant van 12:00 die had me laten weten dat zij liever via Zoom wilde. In plaats van hier in de ruimte. Maar ik dacht, ik heb toch even zin om eruit te gaan. Ik heb toch even zin om niet thuis te werken, maar op mijn kantoor te werken. Dus ik ben toch hierheen gegaan. Outfit van vandaag is deze kooltrui. Die is van Costus. En deze is van Cotton Club. Of zijn ze allebei van Cotton Club? Nee, nee, de kooltrui is sowieso van Costus. Ik denk de broek ook. Lekker duidelijk weer. Oh, en ik heb mijn schoenen aan. Die zijn van Steve Madden. En er zit een stickertje nog onder. Heel irritant. Ken je dat? Zo'n stickertje die er bijna niet afgaat. Die moet ik echt een keer afpulken. Maar het wil niet. En zeker eentje is een witte. Ja, die krijg ik er nu bijna af. Ja, toch niet. Maar er zit ook zo'n half oranje stickertje nog op. Van het huis waar in de aanbieding. Kijk, je kan het wel een beetje zien. Maar ik krijg dat dus niet helemaal eraf. Dan moet ik binnenkort even aandacht aan besteden. Zit het onder die andere eigenlijk ook? Nee, maar die andere niet. Nou goed, als dat mijn grootste probleem is. Oh, trouwens, ik ben wel heel benieuwd naar jullie, hoe jullie dat doen. En of mensen dit herkennen. Ik heb best wel vette huid en sowieso vette oogleden. En ik heb dus altijd dat mijn mascara hier aan de bovenkant een zwart randje achterlaat. Omdat het gewoon vet is. En dus het ja, overgaat op mijn oogleden, zeg maar. En ik heb daar om die reden altijd al waterproof mascara. Maar ja, waterproof is natuurlijk niet vetproof. Dus het gaat alsnog daarboven zitten. En ik was dus op zoek naar een oogschaduwprimer die ik hier kon doen om dat tegen te gaan. Nu heb ik al een andere mascara. Ik heb nu volgens mij van Maybelline, die gele, zeg maar, met die paarse letters. Die heb ik. Die bevalt best wel heel goed. En ik heb een paintpot van MAC, volgens mij in de kleur Soft Ochre. Die doe ik nu hier, want de verkoper bij MAC, die had zelf zijn oogschaduw echt fleeky zitten. En hij zei van ja, dat werkt voor mij heel goed. Dus ik dacht, nou ja, ik ga dat ook proberen. En het werkt inderdaad wel, maar nog steeds zit er regelmatig aan het einde van de dag of na een tijdje zit mijn mascara hier. Dus ik ben benieuwd. Hebben jullie dat ook? En zo ja, wat doe je er tegen? Voor mij is het dus zeker een tip om een goede waterproof mascara te hebben. En dus die paintpot, die werkt heel goed. Ik heb ook andere oogschaduwprimers geprobeerd. Werkte, nou, niet of nauwelijks. Maar die paintpot werkt zeker beter. Maar het is nog niet over. Dus als jij de gouden tip hebt waardoor het niet meer zo is, let me know. Ik heb ondertussen ook water gehaald, want ik vergeet altijd te drinken hier. En ik ga nu mijn video editen. Die heb ik vanmorgen dus tussendoor snel opgenomen. Oh, ik was mijn camera aan het zoeken. Ik was letterlijk aan het zoeken van heb ik mijn camera nou niet mee. Maar daar ben ik tegen aan het praten. Goed. Ik ga de video editen. En dan heb ik vanmiddag nog één klant. Ik heb twee pakketjes binnengekregen. Ik ben al een tijdje niet meer op mijn kantoor geweest. Ik denk nu een week niet of zo. En er zijn pakketjes binnengekomen.
Allereerst een heel mooi pakket van mijn business coach. Daar zit een klei set in. Ik heb het zelf ook nog niet helemaal doorgenomen. Maar het idee is dat elke klei staat voor een ander gedeelte, zeg maar, van stress relief. Het heet ook stress relief dough. En bijvoorbeeld hier de gele is to be happy. En hier een oranje to be energized. En een blauwe to be centered. En het idee is dat je dan een deel van de klei of alle klei vastpakt. Het geurt ook, dus de essentiële olie in. En dan kun je dus met een begeleide meditatie of met vragen die weer op kaartjes staan, kun je werken aan bijvoorbeeld meer centered zijn, waar deze blauwe voor is. En dan staan er dus vragen bij, zoals what does being centered mean to me? Which situations destabilize me the most? How would better boundaries help me feel more centered? Dat soort dingen. Echt heel bijzonder. Ik ga er nog even eentje ruiken. Het ruikt echt zo lekker. Dus dat vind ik een heel leuk pakketje. Oh, het ruikt zo lekker. Dus hier ga ik zeker mee bezig. Ik ga ook even opzoeken of ik dan ergens die meditaties kan vinden of zo. Ik ga deze even aan de kant zetten. Want ik kreeg nog een pakketje. En dat is van een van jullie. En echt zo ontzettend lief. Er zit voor ons allemaal een cadeautje in. Allereerst deze voor Olivia natuurlijk. Van die vingerpopjes. Zo schattig. Er zit ook een heel lief kaartje bij. Dan hierin zit een geurkaars. Daarop staat blijf stralen. Oh, dat ruikt ook zo lekker. En echt heel lief kussentjes voor Mauki. Nou, dan ben je echt een trouwe... Oeh, het stinkt. Echt een trouwe volger. Als je weet dat Mauki... Volgens mij is dit met valeriaan. En ik kan die kussentjes dus nergens meer vinden bij ons in de dierenwinkel. En nu heb ik er weer 6. Hier gaat Mauki zo blij mee zijn. Die ga ik thuis geven. Verder zitten ook kattensnoepjes bij. En kerstkransjes. Heerlijk. Hierin, deze is voor Olivia. Ik weet, het staat in het kaartje dat hier een My Little Pony in zit. Die geweest is van haar kinderen. Zo leuk. En ze zei ook van, nou ja, de haren zijn niet meer helemaal mooi. Maar ik heb ondertussen gezien dat jij een manier hebt om die wel weer mooi te krijgen. Dus deze ga ik natuurlijk aan Olivia geven om me uit te pakken. En dan ga ik die haren van die My Little Pony weer fixen. Wat ik super leuk vind om te doen. Er zitten biggetjes in. Oh, heel lekker. En natuurlijk voor Sven mouwen snoepjes. Nou, dit is zo lief. Echt, dankjewel. Heel, heel, heel blij mee. En ja, jullie hoeven natuurlijk helemaal geen cadeautjes op te sturen. Daar gaat het helemaal niet om. Het is ook niet dat ik je liever vind als je het wel doet of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik wilde dit gewoon even unboxen in de vlog. Want ik vind het echt, echt heel bijzonder. Kijk eens wat mama voor jou heeft. Is. Oh, een cadeautje. Ik ga maar openmaken. Zal mama helpen? Kijk, ga hier maar doen. Hier trekken. Ah, oh, die zit strak dicht. Nog een keer trekken. Goed zo. Nou, hier trekken. Wat heb jij? Oh, wat is dat? Maar pakken. Wat heb jij? Wat is dat nou? Oh, is die mooi? Wauw, meisje. Ja, ik zie het. Mooi, hè? Ja, die is voor jou. Mooi. Ja, My Little Pony. Heel mooi. Zeg maar dankjewel. Dankjewel. Ze zag ook... Ja, mooi. Ze zag ook de vingerpoppetjes in de doos zitten.
Daar was ze ook gelijk enthousiast over. Hey, leuk hè, meisje? Oh, zo leuk. Heel aandachtig wordt alles bekeken. Maukie, ruik jij je cadeautje al? Wat ben je aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Wat ruik jij? Wil jij een kussentje? Maukie. Maukie, kijk eens. Oh, zo'n lief kussentje. Oh, Maukie, helemaal gelukkig. Wat zeg je dan, Maukie? Zo, we hebben lekker gegeten met z'n tweeën, Sven en ik. Olivia die ligt te slapen. En Sven is nu gaan boksen. Die ging om 8:30 s'avonds boksen. Echt, ik snap niet hoe die dat doet hoor. Ik snap niet hoe iemand dat doet. Ik ben echt zo geen avondmens. Ik denk echt nu van, nou, ik ga ongeveer naar bed. Het is 8:50. Maukie is er ook helemaal zat van. Nee, die wil alleen maar eten. Maukie, je wil eten hè? Ja, dat snap ik. Maar dat krijg je nog niet. Je krijgt om 9:00. Ja, ben je blij met je kussentje? Ja, je had er 6 gekregen. Dat is leuk. Kun je heel veel knuffelen met al je kussentjes. Dat is echt fijn. Nou goed, ik ga nu de vlog afsluiten en de beelden uploaden naar de Drive. Ik hoop dat je de vlog weer leuk vond om te zien. Ik zie jullie in het nieuwe jaar. Dit is de laatste vlog van het oude jaar. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij zeg ik dat goed. Volgens mij is de volgende vlog op 1 januari. Dus bij deze een hele fijne jaarwisseling. Ik heb heel veel zin in het nieuwe jaar. Ik ga in februari dus weer mijn online cursus doen. Heb je daar nu al interesse in? Je kunt alvast kijken, ik ben nog niet aan het verkopen, maar je kunt hem wel kopen. www.cursus.optimavita.nl. Ik heb er ontzettend veel zin in om met deze groep weer aan de slag te gaan. Dus ja, heel veel leuks komt eraan. Ik zie jullie gewoon heel graag dan. Laten we er een super mooi nieuw jaar van maken met z'n allen. Doei doei!